iedereen, het is vandaag zaterdag 17 maart en welkom bij een nieuwe examenvlog. Zoals ik dus al zei, is het vandaag zaterdag en het is nu 20 na 9 's ochtends. Het ziet er echt later uit op de dag, maar het is in ieder geval 20 na 9 's ochtends. Mijn haar is nog behoorlijk wild en ik ben al gedoucht, ik heb al gegeten en ik zit klaar. Achter de bureau om te beginnen met leren. Ik heb dinsdag mijn eerste examen en dat, ik begin met natuurwetenschappen. Ik heb er trouwens 4 deze periode, namelijk NW, Frans, SW en wiskunde. En dat heb ik al gedaan, dus het zijn er eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar ik dacht, sommige van jullie hebben eigenlijk best wel veel examens, dus examenvlogs maken zou misschien wel leuk zijn. En ja, dat ga ik dus vandaag weer en de komende dagen, morgen en maandag denk ik, ook nog voor jullie vloggen. Nu moet ik wel even wat vertellen. Ik heb morgen een wedstrijd, een danswedstrijd. Ik doe wedstrijddansen. En dat is helemaal in Ieper en dat is voor mij echt ver. Dat is echt ver voor mij. Ja, 2 rijden of zo. Dus heb ik morgen eigenlijk zo gezegd een dag minder om te leren. Daarom moet ik vandaag ook echt al super hard blokken voor NW. Ik heb donderdag ook al wat gedaan. En ga ik morgen vroeg gewoon een beetje kunnen doen en in de auto ook wat kunnen leren. Hopelijk kan ik in de auto een beetje leren. Maar daarom mag ik dus vandaag niet te lang truzzelen en ga ik er eigenlijk gewoon meteen aan beginnen. Ik ga zoals altijd eerst mijn mashup planner invullen en dan laat ik die aan jullie zien. En dan ga ik volop beginnen leren. Dit is wat ik wil doen vandaag. Ik begin met dit. Als dat helemaal klaar is, dan pas dat. En wat ik er morgen ga doen, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Omdat ik natuurlijk maar een paar uur heb. 2 maximum, denk ik. Dus ik kan in principe morgen wel iets doen. Maar dat gaat waarschijnlijk maar 2 uurtjes zijn. Dus dat moet zeker vandaag gebeuren. Want een van de rare reden wil het niet echt focussen. Ah, zo zien jullie het wel een beetje. Maar het sneeuwt. Kan iemand mij verklaren waarom het sneeuwt? Waarom focust het niet? Ja, jullie zien het dus amper. Maar het sneeuwt dus. Ik kon er niet laten om er iets over te zeggen, maar ik ben totally confused. En ja, ik heb een paar druiven genomen. Het is nu kwart na 11 ongeveer. En ik heb al dit gedaan. Dus dat kan ik nu... Ja, dat hier. Dit kan ik nu doorstrepen en nu ga ik dit doen. Mijn haar is zeer erg on point. Ik heb net een appel gepakt. En ik heb heel mijn NW geleerd. Oh ja, en nog iets. Over 2 minuten komt mijn eerste examen voor online. Ja. Het is echt van alles bijeen. Om te beginnen. Dit papiertje is helemaal afgerond. Ik ga nu enkel mutaties nog eens doornemen. Ja, dat jullie denken nu. Maar daar heb ik nog geen inhoudstabel van gemaakt. Omdat ik dat vandaag nog niet gezien heb. En vandaag pas met de inhoudstabel begonnen ben. Want mutaties had ik donderdag al helemaal eens geleerd. Dus ja. Daar heb ik dus nog geen inhoudstabel van. Dat ga ik dan nog even doen. En ik heb nog een paar dingen bijgezet op mijn Masha planner. Ik ga vandaag nog... Dus 7 na mutaties is dat klaar voor vandaag. En dan moet ik dit nog doen. Als het zou focussen, zou ik heel tof vinden. Maar ik moet dus de reflectie nog samenvatten. Maar dat is echt... Oh, kom op! Hier krijg ik echt het scheid van, hè. Dit en dit is eigenlijk het bijeen. Dus als dat gedaan is, kan ik dat pas doen. En ik heb ook examen Frans deze periode. En ik wil mijn woordjes al in Quizlet zetten. Zodat ik die al online eens kan oefenen. En dan moet ik ook nog voor mijn GP werken vandaag. Logboek moet ik invullen. Heel erg belangrijk. En ik moet aan een actiefiche werken. Maar dat is samen met mijn klasgenoot. Dus daar moet ik die even of nog een berichtje voor sturen. Qua NW ben ik er wel al bijna voor vandaag. Dus dat vind ik echt super goed van mezelf. Ik ben het ook echt strandmuug.
gelijk te zeggen. Nee, ik ben het echt kotsbeu aan het worden nu, die NW. Want ik vind NW wel een leuk vak. Maar niet om hele dag achterin te leren. En zo kernfysica, dat interesseert mij ook echt niet. En die biotechnologie, dat vind ik ook niet leuk. Geef mij maar gewoon pure biologie. Dus ik ben wel bijna klaar. En kan ik dingen doen die een beetje leuker zijn. En dan kan ik er wel soms een beetje ook muziek op zetten of zo. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Goedemorgen. Mijn haar is een beetje gek. Het is 7:45. 7:45, hè. Kijk, ik wil het even bewijzen dat het 7:45 is. 7:45 dus. En ik ben om 7:00 is mijn wekker gegaan. En dan om 7:20 ben ik echt opgestaan. Heb ik een beetje gegeten. En nu zit ik achter mijn bureau. Want zoals ik gisteren al verteld heb, dus in deze video heb ik verteld dat ik vandaag een danswedstrijd heb in Ieper. Dus dat is redelijk ver rijden voor mij. En ik heb natuurlijk wel examens in zich, dus moet ik wel een beetje leren. Daarom moest ik op tijd opstaan om 7:00 op een zondagochtend. Dat is wel pittig vroeg. Maar wat moet dan moet? Ik zit nu dus klaar achter mijn bureau om een uurtje ongeveer te leren. Binnen een uur ongeveer ga ik in de douche gaan, want ik moet mijn haar wassen. Dan moet ik dat drogen, stijlen, in een speciaal staart doen. Ik zal jullie zelfs ook het eindresultaat ervan laten zien. Dus dat is wat ik ga doen nu. En ik ga vandaag de camera niet meenemen naar de wedstrijd. Ik zal deze avond nog wel vloggen. En als ik zelfs ben klaargemaakt, zal ik dat ook wel even laten zien. Maar voor de rest ga ik vandaag dus niet heel veel kunnen vloggen. Daarom dat ik morgen ook nog ga bijvloggen waarschijnlijk. Maar ik heb nu genoeg gepraat en ik ga beginnen met leren, zodat ik nog een uurtje kan werken. Ik ga trouwens een uur SW doen vandaag. Niet NW, maar SW. Want daar heb ik donderdag examen van. Maar dat is heel veel daarvan hebben we nog nooit moeten leren. Dus als ik dat als een eerste keer heel goed kan doornemen of bekijken, dat zou heel erg goed zijn. En dan neem ik mijn NW mee voor in de auto. Dus dat komt helemaal goed en ik ga gewoon nu beginnen. Het is dus zondag vandaag en nu denken jullie misschien, oh my god, Flo, hoe ziet jij eruit? Maar dit is dus mijn dansoutfit. Dat is, als je in die danswereld zit, is dat helemaal niet raar. Maar voor jullie is dat misschien wel een beetje raar. Ik zal het mijn pak laten zien trouwens. Dit is mijn pak eigenlijk. Topje, broek. Ja, die sokken horen natuurlijk niet bij. Een bandje. Dit gekke op mijn hoofd en dit nog in mijn haar. Maar het is nu 11:30 en ik moet vertrekken, want ik moet dus nog helemaal naar Ieper rijden. Ik heb dus deze morgen, waarom focus ik er niet? Ik heb dus deze morgen al een uur kunnen leren en ik neem ook boeken mee voor in de auto. Dus ik ga nu vertrekken en dan zie ik jullie deze avond hier terug. Hallo, hallo, ik ben terug thuis. Het is 10:00 s'avonds, er hangt allemaal zwarte schmink onder mijn ogen. Ik heb trouwens echt heavy schmink op. Allee, ik heb valse wimpers op en zo. En ik ben dus terug. We zijn dan nog gaan eten in de McDonald's. En we zijn gewonnen vandaag. Dus we zijn nu de 3 van de 3 wedstrijden hebben we al gewonnen. Daar ben ik wel echt super blij om. Mijn haar zit nog steeds hetzelfde als is mijn pak aan, alles. Dus nu komt het zaligste moment van de dag en hij is dat eindelijk van mijn hoofd halen, want het doet echt pijn op het einde van de dag, want er duwt allemaal klemmetjes de hele tijd op mijn hoofd. Dus hij gaat er nu allemaal uit. En dan ga ik alles van mijn gezicht halen, mijn wimpers, alles. En dan ga ik in de douche. Dus dat ga ik nu even doen. En waarschijnlijk zie ik jullie morgen dan terug. Hallo, hallo. Het is vandaag maandag 19 maart, denk ik. Ja. En het is bijna 2:00. Ik zit achter mijn bureau, want ik heb morgen mijn eerste examen. Natuurwetenschappen. En ik moet dus beginnen leren. To be honest, heb ik er eigenlijk niet veel zin in. Ik heb ook totaal geen examengevoel. Dus ik heb eigenlijk ook niet echt het gevoel dat morgen examens zijn. En valt er een klein beetje tegen, omdat als je zo echt in een examenmood zit, gaat dat bij mij meestal wel vlotter om zo dat besef te krijgen van oké, ik moet wel echt beginnen leren nu. En die is er eigenlijk nog niet echt helemaal. Misschien gaat hij er morgen wel zijn, dat weet ik nog niet. Maar
Ik ga dus nu beginnen leren. En ik heb in het weekend ook al voor MW geleerd. Dat hebben jullie ook al kunnen zien in deze vlog. Maar vandaag ga ik dus alles heel grondig moeten herhalen. Toetsen moeten hermaken. Toetsen moeten hermaken. Extra oefeningen moeten maken. Gewone oefeningen maken en zo. Dus dat is allemaal iets voor vandaag. En ik ga nu gewoon heel snel beginnen. En ik spreek jullie in de rest van de dag wel. En we hebben het gegeten en ik ga aan het laatste deel van mijn leerstof beginnen. Amai. Ik heb in het weekend al veel geleerd en vandaag eigenlijk ook al wel wat gedaan. Ik heb nu, ik ga gewoon even laten zien, dit al gedaan. En nu moet ik nog kernfysica 1 en 2 doen. Maar het kan zijn dat ik deze ook gewoon in één trek doe. En dan even pauzeren en dan dit nog doe. Dus het gaat niet meer helemaal volgens het lijstje kloppen. Maar in totaal moet ik dit nog wel doen. Dus het zijn eigenlijk nog 4 dingen dat ik zogezegd moet doen. Dat moet normaal gezien lukken. Ik ga niet nachtwerk of zo. Dat gaat allemaal niet nodig zijn. Maar ik ga nu wel gewoon voortdoen. Omdat... ik wil er graag vanaf zijn. En kernfysica is eigenlijk het meeste. Dat zijn 11 pagina samenvattingen. En dat is eigenlijk het meeste. Dus daar wil ik wel redelijk snel aan kunnen beginnen nu. Dus eigenlijk als ik hier klaar ben met praten. En ik vind dat ook het stomste. Dus dat, ja... een beetje, alleen niet zo slim misschien van mij om daar als laatste mee te wachten. Maar ik heb het toch gedaan. Dus... wat moet nu nog gebeuren? En dan moet ik ook nog testen hermaken en extra oefeningen. Ik heb nog extra oefeningen, nog een paar oefeningen die ik nog eens opnieuw moet maken. En dan moet ik nog eens mijn boek doornemen en mijn powerpoints bekijken en zo. En dan normaal moet dat goed komen. En ik ga morgen sowieso om 6 uur weer opstaan. Dat heb ik vorige examenperiode ook gedaan. En dan kan ik eerst een half uur alles herhalen. Dan kan ik in de douche en dan tijdens het ontbijt kan ik nog wel herhalen. In de bus kan ik nog herhalen. Dus... allee, het gaat goed komen. Ik heb echt wel het gevoel van NW als de vragen op het examen ongeveer een beetje gelijk zijn als mijn testen. Dan moet het normaal echt wel lukken. Dus ik merk ook dat er nu dingen zijn die ik beter begrijp dan met het examen. Door het jaar gewoon nog eens te leren zeker. Dus dat is iets positiefs. En ik ben nu al 2 minuten en 10 aan het praten. Dus ik ga nu gewoon voortdoen. En ik spreek jullie speed nog wel. Ik wil mezelf nog snel even verbeteren. Ik zei daarnet dat ik dingen begreep dan tijdens het examen. Maar ik bedoelde eigenlijk dat ik dingen beter begreep dan tijdens de test. Dus dat wil ik gewoon nog even zeggen. Ik heb nog een studietip voor jullie. Ik heb hier nu een, ik noem dat een steekkaartje. Dat zijn zo van die kleuren papiertjes. Ik heb die nog in het roze, in het oranje, in het geel, in het blauw. En daarop schrijf ik, terwijl ik dus aan het leren ben, belangrijke begrippen heb ik dat nu genoemd. Maar als er zo'n bepaalde begrippen zijn die ik nogal moeilijk vind om te onthouden, of zo die een beetje in verband zijn met elkaar, dan schrijf ik dat hier gewoon kort op en zoek ik zo ja, van alle... maniertjes om bepaalde dingen beter te onthouden ofzo. En omdat dat op zo'n klein kaartje staat, kan ik dat heel makkelijk morgen vroeg in de bus zo nog eens doorlopen en dan in mijn hoofd er wel, ah ja dit, ah ja dat. En als ik dan toch iets niet weet, kan ik dan nog eens in mijn samenvatting of in mijn boek gaan opzoeken ofzo. Dus dat is misschien een tip, om zo ook iets te maken terwijl je aan het leren bent, zodat het achteraf voor u makkelijker is om dat terug te herinneren of begrijpen. Of terwijl je aan het leren bent dat je maar iets aan het schrijven bent, dat je actief aan het leren bent en dingen aan het zoeken bent om beter te
onthouden. Dus het is misschien een tip die wel... Nu zeg ik weer een tip. Een tip die handig kan zijn en die ik gewoon graag even met jullie wou delen.